En is 40,5. En hele generaties achter hem presteren niet wat deze man uit Rijpwetering nog altijd kan. Kijk eens. Dadelijk gaat hij zo. Hij gaat en niemand wil rijden. Kijk eens, Joop gaat en niemand gaat rijden. Van Vliet kijkt, de Fransman kijkt naar achter, Rooks blijft zitten en Joop is weg. Wie gaat hem nu halen? En nu? Het zal toch niet waar zijn? Ja, kijk eens hoe dit nu is. Die drie man achter elkaar. Rooks heeft lang gekeken. Van Vliet doet daar niet aan mee. En Van Vliet gaat er in dat wiel van Rooks zitten. En dan zal Rooks het moeten opknappen. 100 meter voor Zoetemelk. 100 meter. Zijn laatste goldrace. Ik blijf heel voorzichtig. Want het is nog 4 kilometer. Maar hij doet het. Ook al wint hij niet. Dit is groots. En Stefan Rooks heeft een hoofdgebaar gemaakt van kom op, jullie rijden maar, ik doe het niet meer. En Rooks is nu gewoon naar het laatste wiel gegaan. Die gaat nu naar Cornier. Wil jij nog? Nee. Van Vliet kijkt. De Engelsman zit in het wiel bij Van Vliet. En nu gaan die vier gaan kijken en Joop zit op 150 meter. Nou, gaan ze met z'n vier even rond, even praten, even kijken. Van Vliet leidt dat gesprek. Dat gaat dus in het Engels en het Frans en in het Noord-Hollands. En Teuntje moet dat dan leiden, die is rondgegaan, gekeken en dan moet Rooks op de kop gaan rijden. Maar Rooks, misschien nog wel met mooie herinneringen van verleden jaar, wie zal het weten. Sentimenten mogen in de sport best eens een keer meespelen. En wij rijden nu pas Rotem binnen, daar zit dus 400 meter zeker tussen. Het is voor elkaar. En het publiek hier bij de aankomst, dat wordt al bijna gek van vreugde. Joop Zoetemelk op 900 meter. De achtervolgers. Het is zeldzaam in de sport dat een man op deze leeftijd nog een inspanning, een duurinspanning van dit niveau aan kan. Hier komt hij. Joop Zoetemelk gaat het halen. Fantastisch gedaan. Hij is niet meer te kloppen. Zelfs een lekke band kan hem niet meer tegenhouden. Nog 500 meter. En hier is hij in het zicht van onze camera's bij de finish. Nog altijd volle inspanning, keek even onder zijn arm door. Niet meer omkijken, Joop. Jij gaat het halen. Je hebt het verdiend. Deze 197e overwinning in zijn loopbaan, in zijn 18e seizoen, is er een met fantastische glans. 1 Joop Zoetemelk, winnaar van de 22e Goldrace. Onvoorstelbaar.